Zeg, ja, dat weet ik nou ondertussen ook wel. Ik zeg, ik doe de deur die open, ik zet die vieze poepluiers erin, de zeep erin. Rikken, rakken, rikken, rakken, rikken, rakken. Was je klaar. Hij zegt, meneer, u zit helemaal onder de poep. Ik zeg, helemaal onder de poep. Ik zeg, en hoe kan dat dan? Hij zegt, meneer, u bent vergeten het deurtje dicht te doen. Ja, je maakt wel wat met. Het is niet altijd even drak in de hunebedbouwwereld. Nee, en als het niet zo drak is, dan werk ik nog wel eens bij een kameraad van mij in de kroeg. Bij Jans Drup in het café. Jullie luisteren ook nog. Ja, s'morgens stond ik achter de... Ik loop in de bediening. Oh, en s'morgens was het hartstikke drak, maar s'middags was er niks te doen. Toen vroeg je Jans die vroeg mij, god Erwin, jong, word je met op jacht? Oh ja, dat was ja net wat voor mij, ja. Jans met, ik met, dubbelloops jachtgeweer met, hond nog ook met, want die was ook dubbelloops. En wij dat bos in, komen we daar bij zo'n zo'n moerasie. En wij lopen er nog toe, die komt een eend, hè, uit het bos zetten. Ja, en Jans die legt aan en Jans die schudt en schiet een kamer. In één keer schudt zo die eend naar beneden. Ja, en toen ging het mis. Toen zal de hulpmanter met één hand die eend uit de lucht pakken. Hij komt wat aan het glieden en hij zooie midden met mij daar nog dat moeras in. Dat ik ben direct naar dorp toe lopen, hulp halen. Oh nee, halverwege. Toen kwam ik al in ting, hoor. Ja, boswachter. Boswachter zei, Erwin, joh, wat heb je hier te lopen? Oh, ik zeg, boswachter. Ik zeg, direct met kom, joh. Ik zeg, je Jans is in moeras. Zooie meter. Oh, zei boswachter, hoe ver zit het erin dan? Ik zeg, tot aan de rand van de lezen. Oh, zei boswachter, dan kunnen we wel even rustig aan doen, ja. Nou, ik zeg, dat denk ik niet, want ik zeg, hij is er op de kop ingegaan. Laat maar, dat was aan een mooi gerop en gescheur en getrek, of dat we hem droed hadden. En dat was nog niet zo hard, maar wij waren hartstikke nat. En dat was ook nog niet zo hard, maar het vroor ook wel om de graad of 20. Ja, we waren hartstikke nat en we wilden naar boezem, maar de boswachter zei, jongens, maar jullie komen niet met die natte kleren naar boezem, hoor. Hij zei, loop maar eens even in die deur naar de boerderij van Gerrit en Aaltje. Hij zei, en daar ga je maar eens even bij de kachel, warm en droog wordt, nou zo gezegd, zo gedaan. Ach, ik zal het je vertellen, maar kijk, Gerrit en Aaltje, dat is een stel van jaar of 88, ze bent jaar of 88. Ze bent dik in de 70. Altje nogal wat alternatief. En Gerrit nogal wat dom. Dat we zitten al mooi bij de kachel warm te worden. Komt wel Altje eraan. Die zegt, Gerrit, mijn jong, ik ga dan met even naar de winkel. Moet je ook nog wat metnemen? Ja, zegt Gerrit, doe maar wat deodorant. Oh, zegt Altje, wat voor markt dan, mijn jong? Nou, zegt Gerrit, doe maar 8x4. Inderdaad, Altje kwam met 32 busjes deodorant. Ja, dat was het hardste nog niet. Ik had al gezegd dat Altje nogal wat slim alternatief was. Dat als Altje naar de winkel ging, neemde nooit geen plastic putie meer. Nee, Altje trekt altijd zijn ouderwetse onderbox aan en van een stieve elastiek in de piep. En dan legt hij alles op de lopende baan en dan giet hij zelf aan de kaan staan. Onderbox naar voren, laat maar in. Ja, en net die keer toen wij er waren, ja, dat geluk moet je dan weer net hebben, en dat hadden wij. Was Klein Keesie, die was er ook te logeren. En Klein Keesie, dat is de jongste kleinzoon van Gerrit en Aaltje. En als oma dan naar de winkel west is, en Klein Keesie is er te logeren, nou dan is het altijd een feest. Maar dan mag Klein Keesie helpen, oma de underbox leegpak. Ja, die middag ook, en wij zaten erbij, dat Aaltje kwam weer en de underbox naar voren en Klein Keesie erop kop en hoort neer. Daar was 32 busjes deodorant naar de kelder in. En blik met boon, en zak met eerappels en krat met bier. Dat op een gegeven ogenblik Altje zegt: Keesie, mijn jong, ben je al bijna klaar? Keesie kijkt nog eens en zegt: bijna, oma. Hij zegt: bijna. Hij zegt onderin zeggen: er zit nog een ragebol.
Nou, ze gaat je laat die maar zitten, want dan moet opa vanavond eerst nog even nee steen aanzetten. Nou, ik ga weer naar de hunebedden volk. Nou, daar hoor. Ik zal eerst even de fietsen naar de kaart zetten. De naam is Bloes. En wie bent Breuas? We kwamen even onze allergrootste hit even voor jullie zingen. En dan is het als volgt de bedoeling. Wie zingt voor en jullie zingt nou. Begrepen? Yeah. Hoi. De British Blues. Wie fietst het hele land door en wie beurt die voor de poes? Als ik met mijn broers naar een feestje ga, dan zingt er alle mensen ons de hele avond op. Heidi, 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 heidi. Die roept van verre al, hey, kom eens van de fietsie. En als ik daar vlaag, hey, wat heet het overmoord? Dan blikt dat fietsie steulen en dan zingt de hele straat. Heidi, 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 heidi. Heidi, 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 heidi. Hoi, 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 hoi. Hoi, 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 hoi. Heidi, 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 heidi. Heidi, 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 heidi. Nacht weer deur achter gesloten deuren. Door geven wie een feestje om de inmates op te beuren. De dag en nacht dan kunnen we al heug en terug weer vrij. Dan gapt wie weer een fietsen en dan trappen zingen mee. Heidi, 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 heidi. Met een historie van meer dan 100 jaar. Een fascinerend spel van man en paard en de grote prijs van Nederland is daar een schitterend voorbeeld van. De startauto verzamelt de paarden en het veld is vertrokken. Zeus Boekelte is de eerste leider met Henri Buitenzorg en Udo Pik. Dan volgen de Udo Buitenzorg. Zal mij benieuwen
wie de wind geeft vandaag. Nou, mij ook, hoor. Maar ik hoop wat dat ik beter peert bij mij heb als de vorige week. Wat dan? Ach, vorige week, ik moest rieden verstal, grote broek. En daar was zo'n racewebel met allemaal van die hechies waar ze dan over hebben springen. Oh, zo'n siepelsjees. Ja. Ja, dat was een siepelsjees, want drukt er ook niet lekker. Afijn, hè? Nee, die Willem Grotebroek, dat is zo'n allemachtig en achterlijk kjal. Vlak voor de stad zeggen tegen mij, nou, je hebt een allemachtig best peert bij jou. Maar denk er wel even goed om, als je vlak voor die heggies komt, dan moet je heel hard schreeuwen van 1, 2, 3, hop! En dan vluggen er zo over in. Ik denk, wat een rare door. Dat heb ik nog nooit gehoord. Ik ook niet. Nou, en ik wil ook niet voor Paul zitten tegenover al mijn collega's. Dat ik wil nog net vragen waarom het dan. Maar ja, door vuil dat stadhekken al naar beneden. En doorgunt he, van wonder en geweld. En de ribben die draaien me in het livo. En de wind die soezen me omdoor. En door kwam dat eerste hekje al op ons af. Ik denk, weet je wat ik doe? Ik haal de backstief dicht. Het was hupse boems. En dan klabbert ze me de dwars doorheen. Oh, en die jongen snoet? Nee, wie hulden het nog net in de binnen. Ha, jong. Afijn, en door ging het alweer. Oh, het ging ook nog veel harder. En de zaankloeten die vleugen me omdoen. En door kwam dat tweede hegje op ons af. Ik denk, weet je wat ik doe? Ik fluste te min toe. Dat ik zie nog heel zacht. 1, 2, 3, hop en hup, ze boemt. Hij klabat ze me de weerdwaas erin. En toen wel op een snoet. Nee, het was eigenlijk net als thuis, hè. Kunnen hem nog net omhoog kriegen. Afijn, en door ging het weer heen, jongen. Oh, het ging ook nog veel harder. En toen kwam dat derde hindernis hier al op ons af. Ik denk, nou ja, weet je wat ik doe? Met er toch maar aan geloven dat ik schreeuw heel hard van 1, 2, 3, op en hup, sikkie. Hij sprong over twee hegjes tegelijk. En toen enig wunnen zeker, hè? Nee, ik was veel te wiet achterop geraakt bij de eerste twee hegjes, hè. Met de pest in het lief en twee zaankloeten in de bek kwam ik als allerlaatste over de finish. Ik heb direct mijn peer door mijn drijf en ik ben zo op Willem Grotebroek aan haar reden. Ik zeg, man, wat is dit voor een allemachtige rotknol? Is hij doof of zo? Hij zei, nee, natuurlijk niet. Hij is blind. Oh, geen jaf. Ik heb de peer van vorige wekken, ja. Rustig maar. Oh, ik heb toch een blunder gemaakt van de wekken? Oh ja? Ja. Waar wij daar? Ik moest rien op duindicht. Oh, was de duindicht? Ja, en de waterweg. Een wegrestaurant. Ja. Alsvoort. Ja. En vlak voor de stad werden we allemaal voorsteld aan prinses Maxima. Oh, dat wou ik ook waar. Ja. En net toen ze op mij af kwam lopen, leuk dat peert van mij toch dikke scheet. Ik heb ook direct gezegd, hoogheid, ik schaam me dood. Oh, zegt ze, ja, het beter niks zeggen kunnen, want eigenlijk dacht ik dat het peert hem gewoon leuk. Maar weet je wat, collega, wie moet ze wel een beetje soepel houden, hè? Want anders dan wil straks niks in de wedstrijd. Hè? Wie hier voor gelijk? Oh, ik was vanmiddag hartstikke vroeg hier op de renbaan. He. Dat ik dacht, weet je wat ik doe? Ik loop even door die ontvangsthal. He. Oh, wat is dat groot, wat? Alle bassens. Ja, en zie ik toch ineens zo'n grote boom van Twentse boer voorovergebogen staan kieken bij de roltrap. Ik ben er direct op aan de vreugde. Ik zei, is die roltrap kapot? Hij zei, nee, er is helemaal niks aan het haantje. Hij zei, nou, ik zal het ook maar eerlijk zeggen. Mijn kauwgompie is me zo net uit de bekken lazen. En dat ding dat was nog lang niet af.
Ik sta even te wachten tot er weer voorbij komt. Er gebeurt hier wel gekkere dingen in den ontvangsthal. Oh ja? Ja. Hoezo? Vorige week he, stonden drie vrouwen nu te kletten. Oh, dat gebeurt wel vaker. Maar daar was uw vrouw ook bij. Oh, hoe weet je dat? Wie was het over haar? Maakt me niks uit. Troetelnaampjes in Berg. Oh, daar heb ik verstand van. Zeg de ene tegen de ander. Weet hoe ik mijn man altijd neem in Berg? Oh, die twee handen zukken ook en de oren rechtop. Ze zei, ik neem hem altijd tijgerbalsem. Want in Berg geeft het tekeer als een tijger en hij prikkelt als een balsem. Nou, zegt een ander, ik neem den van mij altijd 7-up. Want 7 keer in de week, dat staat... Up! Toen heeft den van Oer nog wat te zeggen. O ja. En wat zei ze daar? Ik neem mijn man altijd perpetuum mobile. Is dat niet zo'n ding die dat altijd maar doorgiet? Dat wil ze graag, ah. Ja. Maar wie wou doet, wie moet ze even soepel houden, anders wordt niks. Gek, Piet. Oké. Okay. Ja. Hoezo? Nou, als middags een wedstrijd hadden, verloren we alles. Kwam helemaal als les staan. En als een avondwedstrijd hadden, wonnen we met overmacht. Hoe kan dat dan? Het was een nachtmerrie. Over merries gesproken, hè. Nu heb ik zelf bij ons thuis achter in de stal nog een jonge hengst. En van het zomer, toen ze allemachtig lekker warm was, toen dacht ik, weet wat ik doe? Ik jaag hem even een uur in de weide. Nu had de overbuurman net zijn allermooiste fokmerrie in de weide jag. En dat zag mijn hengst. Dat mijn hengst toen bij ons in de weide, zo te zeggen, op 5 poten. Komt er net van uw dorp 2 van die oude vriegezelle wifi's aan wandelen. Kent dat waar? Arm in arm, tassie in de haan. En die ziet toch mijn hengst op 5 poten staan. En daar kwamen ze toch op aan het kieken. Die wifi's kieken en een stapje dichterbij doen en nog eens kieken. En nog een stapje dichterbij en nog eens kieken. Op les doen ze met een boek over het prikkeldraad heen naar mijn hengst te kieken. Komt er net vanaf de andere kant meneer Pastoor aan fietsen. En die zat dat hele tafereel dat meneer Pastoor rap al van verre. Ho, 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 dames. Dat past niet. Toen stak dat hele wifi het kopje omhoog. Die zei, nou meneer Pastoor, dat zijn wie nou net ook al. Maar wie moet ze voor wie even soepel houden? Ja, ja, ja. Oh. Dat eigenlijk al verteld van meneer Frits. Den uit Amerika? Denne met een kleine snurken. En die tatoeages? En dat pilsje in de hand. En dat sigaretje? Ja, denne. Nee. Oh. Dat zal ik u vertellen. Hè. Kijk, normaal dan slaapt dat jochie als een reus in.
Maar een tijdje terug, toen schrok een smans heel vroeg wakker. Toen op zijn horloge keek student op 5:55. En toen hij naar boeten keek, was het toch 5 graden boven nul. Ja, omdat hij helemaal niet meer in slaap kon komen, heeft hij toen even de televisie aan de knipt. En daar sprong meteen op net 5. En door hoorde dat de 5e mei was. Dat is de 5e van de 5e maand. Toen hij later in zijn auto stapte om naar zijn werk heen te rijden, toen stond zijn kilometer tellen op 55.555. En bij de baas aan de kom, moest ze met de lift naar de 5e etage. En door hoorde dat hij 5 e-mailtjes binnengekregen had. Omdat de schrik van zoveel toevalligheid heeft meteen een snippendag op hem. En toen is ze naar de renbaan en een race. Door moest ze 5 euro entree betalen. En zijn kaartje was goed voor een plekje op Rivief, stoel 5. Nou, omdat zoveel toevalligheid nooit toevallig wen kan, heeft hij meteen al zijn spoorgeld op hem. En die hebben ingezet op Peert 5, Oet Rees 5. En laat dat beest nou nog Moneymaker heet nog. Ja. Zo. En wat denk je? Niet ontsmakken. Hij heeft niks gewonnen. Hè? Nee, die knol werd 5e. Ik was van de week ook nog even op wetkantoor. Ja, dan mag je wel graag komen mee. Ja. Dat is ik wel. Wie ik tot tegenkwam? Nee. Arie Dekker. Is dat niet dat kleine manneke met die hele lange neuzen? Ja. Die ken ik. En zijn vrouw, ken je die nog? Dat is zo'n klein wifi ook met zo'n hele lange neuzen. Ja, die houdt wel van gokken. Oh ja. Komt er toch zo'n heel klein, glupperig kirlie op Arie af en die zegt... Voor je heb ik 3 getallen. Het eerste getal, dat is je huisnummer. Het tweede getal is het aantal kinderen dat je hebt. En het derde getal is het aantal keren dat je nog doet met je vrouw in de week. Oh, zeg Arie, maar dat is niet zo moeilijk. Het eerste getal, dat me 3 win. Het tweede getal, ik heb 4 kinderen. En het derde getal, en toen werd het helemaal stil in het wetkantoor. Ja, je rolt ook. Arie stak zijn boek naar voren en zei... Dat moet zeum winnen. Ja. Hij heeft de papieren neervuld. De peerden begonnen te lopen. De uitslag kwam op bord. 3, 4, 1. Oh, zeg Arie. Wat nou maar eerlijk best. Maar ik moet nog gauw even vertellen. Want ik heb vorige week toch zoiets raars met hem maakte. Wat dan? Nou, ik moest even gewoon op de heuzelde wennen. En dat ik er de ladder op ben, ik net boven, maar laat nou de ladder naar beneden pleren. Oh? Kun je niet meer af? Oh, ik denk, nou, er komt vanzelf al iemand voorbij dat ik ben lekker lang goed in het heu gaan liggen. Ik heb even mooi een tuk in de maakt. Schrik ik toch ineens wakker van de rare luut. Dat ik kijk heel voorzichtig af het raad hier naar beneden, hè. Zie ik toch mijn zonne met de dienstmeid in het heu liggen. Oh, ik denk, ik ben zelf ook jonge West. Laat maar even gaan, hè. Maar dat duurt 10 minuten, kwartier, 20 minuten, 25 minuten, een half uur. Hoor ik toch ineens mijn zoon omhoog schreeuwen. Vader boven, ik wil meer. Geef mij kracht voor nog een keer. Wat ik in één keer had. Ik was helemaal zat. Toen heb ik omlaag geschreeuwd. Zeun, lief jongen, stop door met. Ik heb liever dat je de ladder rechtop zet. Hey, waar is? Volgens mij gaat het begin nu. Ja. Nou, wie moet naar de stad heen? Succes! Ja, hoi! Heren,
Welkom in de wereld der mystiek kent onbekende. Waarin niks is wat het lijkt. En waarin slechts kippenvel en kolen rilling jullie deel zal wie. Maar wie gaat nou verder met een angstaanjagend experiment? Dat je zal doen trillen op je stoel. En dat wie hebben een... Het experiment van de afgehakte hand. Dames en heren, wat we jullie hier vanavond gaan tonen is bijzonder pijnlijk en zeer moeilijk uit te voeren. En dames en heren, dat kunt u ook alleen maar doen. Met gebruikmaking van... De doodsguillotine! Nou, toch maar eens een keer met een dokter, hè. Dames en heren, dit is de beruchte doodsguillotine. En u zult begrijpen dat een dergelijk experiment niet zomaar met iedere willekeurige bezoeker uit deze zaal kunt uitvoeren. Nee, dames en heren, voor dit experiment hebben we nodig de medewerking van een vrijwilliger! Ja, ho maar, ja. Ho, hiero, ja, ik was er al. Hiero, ja. Ja? Ah. Meneer, komt u er maar even bij staan. Zo. Goedenavond. Goedenavond. Heb je al eens vaker met een markt dan een dergelijk experiment? Jazeker! Nee, natuurlijk niet. Oké. Dames en heren. Deze jongeman heeft zich vrijwillig aangemeld om hier vanavond in Rolte zijn hand te laten afhakken. Applaus! Ik zou zeggen, stek de haat maar eens even dut, gat. Ja. En zwaai nog maar één keer naar de mens. Nee, je andere hand. Ja. Heb ik nog even één vraag? Kan hij dit ook vuren? Nee hoor. Ja, natuurlijk wel. Oh ja, hè? Dames en heren, dit is het levensgevaarlijke mes van de doodsguillotine. Dit mes is nog scherper dan de tongen van mijn schoolmoe. Zo zeg ik, stek je hand maar even door het gat. Mag ik de doodsmuziek? Hou de spoor! Wat is dat? Geen mis! Oh, God! Wat is er? Geen heide mis! Zet ze door in Den Haag. Ook alles op een kop. Goddank kupt de zonne voor niks uit nog op. Dat hou dan toch maar. De rest moet allemaal zelf verzorgen. Wie moet alles zelf? Balken en de vurig joh, zo onwijs hard dan die sociale voorziening aan het rapt. Heel voet kapot. Maar geen politiek meer, praten over de zonne. Man, kunnen geen dag. Volop, zondag, zonnebril, standje 4, Costa stand Celsius op 20,2.4, stip 9, kun je regen bonus nog over, hè? Ik zie nog wat leuk kijken.
En dan denk ze, is dat de man van de radio, van het weerbericht? Ja. En dat hek maar vaker. Dan kent de Lumi alleen van de radio, anders niet. Had ik laatst op verkeerscontrole. Was een gordelcontrole. De politie zegt, mag ik even uw naam? Ik zeg, Karel van de Kater. Ja, ho, ja, dat zal wel. Karel de Weer, want dan geloof je toch zelf ook wel. Uw naam, meneer. Ik zeg Karel van de Kater. Meneer, kom op, we hebben niet de hele dag tijd uw naam. Ik zeg Ruud Gullit. Ah, dan gewoon hem nog niet in één keer. Gordelcontrole. Kunt ze me nooit oppakken. Ik heb al die gordel, maar ook echt lopen. Ja. Ik kan ook dat erop lopen natuurlijk. Moet secuur aan mij. Als weerman weet hij dat, hij secuur moet zijn. Ik ben altijd secuur. Als hij ernaast zit, zeg ik altijd, zit er een secuur naast. Ik werd toch wel aardig wat van het weer af, want ik heb contact met de weergoden. En dan zegt onze Theo, Karel, als hij nog beter contact wilt hebben met de weergoden, dan moet hij theologie gaan studeren. Ja, maar dat kan ik toch niet. Dat kan niet wat, zegt Theo. Maar theoloog. Theorie ging nog wel. Latijn kende ik wel van het visken. Maar de praktijk, volle moeilijke O-examen. Ik vond het nogal moeilijk. Wie handen missen met drie heren. Nou, dat vind ik dan wel goed. Maar als er één de tekst kwijt is, laat maar zo zeggen, dan kan dat een ander hem beoven hebben. Ja, dan moest ik min onder de mis. Ik moest toch nuttig naar de wc. Ik zei, pastoor, kan ik hem voeten? Ik moet hem naar de wc. Nou, god maar hem voeten. Ik kwam er weer. Ik had er zo weer tussen gesloten. Ik zei, pastoor, heb ze nog wat in de gaten had ik voor de wes? Had normaal niks in de gaten had zeggen. Uit kazuivel, maar niet in de onderbox aan de stopt. Toen had ik examen prek. Nou, was ik best zenuwachtig voor u. Maar in die dagen had hij de kerk nog vol mooi rekken. Toen zo volle volk. Ik dacht, ik neem me eerst een bord. Ik heb er nog één bij nam, En toen heb ik tot een preken gezet. De zaal moest stil. De kerk moest stil. Het daven erop, mijn preek. Oh, wat waren de leubangen. Het was afloop. Ik zeg, wat ducht er u van mijn preek? Nou, zegt de pastoor, je had de aandacht, dat wil ik niet zeggen. Maar er zaten toch enkele fouten in. Adam en Eva, die leefden in de Hof van Eden. En niet in de Hof van Twente. Christus is gestorven op de Calvarieberg en niet op de Holterberg. En een preek pleegt men te beëindigen met amen en niet met proost. Ik heb het niet gehaald. Maar een klein beetje contact met de hemel heb ik nog altijd via Grotva Zalig. En dan ga ik nog even een paar sprukken op vuurlezen, maar ik doe altijd met Weerbrug, ga ik altijd een paar sprukken van Grootvaar vuurlezen. Zal toch een paar bij vuurlezen. Zunne of scha, een bundel van de Grootvaar. Grootvaar moet ik zeggen, dat is mijn opa, zie va, of mijn va, zie opa, but ze nog niet helemaal goed. Het is in ieder geval mijn Grootvaar en de Grootvaar had al. Grotva zegt altijd, als een haan smons een 5 uur akrijt, dan kriel daags wind, zo gauw uit het wind. Mangs wat wind had verdwijnt, was mangs kolen wind, toch liever zomer, wie gaat erop, ha? 28,7, de halve zonnig, maar wie gaat vandaag? 30,2.4, 31,5.7, stip 9. Helder, warm weer. Maar dat hoeft niet altijd samen te gaan. Wat Grootva zei vroeger altijd, geef een rookmelder groot alarm, dan blijft het niet helder, maar het wordt wel warm. Grootva,
Goed binnen, maar. Heel anders als oom Evert. Beetje meer verstaan, maar oom Evert, wie had er oom Evert? Het schaap van de familie. Oom Evert was als klein jongska heel dom op school. Die had rapporten, één zo'n rapport, daar kon je maar 5 man op laten zitten. Toen oom Evert van het basisonderwijs kwam, hebben we van de oude leun scheerapparaten gekregen. Tussen manetje van alles worden. Het drek al uit, dat was een manetje van niks. Toen hebben we in een hotel gewerkt. Nou, dat was ook succes. Kom dan, eerste dag, laat ze dat hotel laat ze zien. Eerst de kelders en de keuken. Alles de slaapkamers. Komst u in de slaapkamer en is er een douche? Door zijn douche. En steekt er toch net een vrouw onder een douche? Sorry, mevrouw, zegt oom Evert. Toen zegt de keel toen ze voortging: oom Evert, dat moet je nooit weer doen. Dan kun je volle beter zeggen: sorry, meneer.